Ik ben Esther Dekker. Ik ben in het dagelijks leven actief, echt in het vastgoed. Dus totaal geen achtergrond als techneut. Maar enkele jaren geleden ben ik betrokken geweest bij het opzetten van een crowdfunding platform wat op blockchain draait. En zodoende heb ik heel erg de connectie gehad tussen het vastgoed en het blockchain. En daar ga ik jullie vandaag het een en ander over vertellen, wat mijn bevindingen daarbij waren. Ja, goedemiddag. Ja, mijn naam is Jacques van der Krocht en ik hou me primair bezig met circulariteit, tech en business. Dus ik probeer eigenlijk ook van circulariteit en van technologie zoals blockchain business te maken. En ik wil je eigenlijk vandaag meenemen hoe blockchain kan aansluiten bij de beroepspraktijk van vastgoed. En in het bijzonder natuurlijk met circulariteit. Goedemiddag allemaal. Jo Bronckers. Ik ben een van de medeoprichters van Fibre, de Foundation for International Blockchain and Real Estate Expertise. Dat hebben we in 2018 gedaan. Waarom? Omdat wij de technologie blockchain wilden leren kennen en zagen dat overal in de wereld daarmee werd geëxperimenteerd. En het idee was van waarom overal in de wereld wiel opnieuw uitvinden als we ook die kennis kunnen combineren. Dus wij hebben als non-profit organisatie hebben wij gepakt met 8 andere mensen te starten. Wereldwijde organisatie op te zetten. Nou, dat hebben we nou. En de kennis en expertise die daar gebeurt en de ontwikkelingen, de best practices, de eerste producten die er komen, dat willen we allemaal delen met iedereen in de wereld. En ook zelf zo langzamerhand pilot projecten opstarten. Daar zijn we volop mee bezig. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp. Daar zijn we met name met de Europese Commissie bezig. Verleden jaar zaten we ook bij Saxion. Kwam ik net terug uit Brussel dat we over de Green Deal gehoord hebben. Ja, dat klopt, dat weet ik nog. Nou, dus super gaaf om te zien wat de prioriteiten in Europa zijn. Eigenlijk 3 van de 6 prioriteiten. 1 is een technologie die werkt voor iedereen. Dus zowel voor burgers als voor grote kleine bedrijven. 2 is de Green Deal, de duurzaamheid. En de 3e is een competitieve digitale infrastructuur. En daarom is het onderwerp vandaag zo leuk. Want het is eigenlijk die 3 bij elkaar verenigd. En ik ga jullie straks ook wel leuke ontwikkelingen laten zien. Ja. Mijn naam is Jan Veuger, lector blockchain aan de Saxion University of Applied Science. Sinds 2 jaar, daarvoor 7 jaar lector vastgoed geweest bij de Hanse Hogeschool in Groningen. Vanaf 2016 wat druk doen we met blockchain en wat betekent dat nou ook voor vastgoed. Ook onderzoeken daarin gedaan, het ook gedeeld, wat nodig over geschreven. Het interessante voor mij was om de overstap naar Saxion te maken, omdat wij met het thema blockchain over 3 schools gaan, 3 academies zoals je dat wil noemen, met 19 opleidingen en duizenden studenten. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen blockchain-minded moet zijn, maar het geeft wel de impact aan van blockchain. Enerzijds het gedachtegoed, tweede deel is dan ook de techniek en 3, wat betekent dat ook voor organisaties? Nou, dat maakt het heel erg interessant. Ik ben eigenlijk met een blanco check begonnen, er was nog niet zo heel veel bijzonders, we hadden alleen een miner blockchain draaien. Maar sindsdien is het fors gegroeid. We zijn van 3-4 mensen nu naar 13 mensen gegaan in 2 jaar tijd. We hebben een aantal flinke subsidies binnen kunnen halen. We hebben 4 lijnen van onderzoek, die zal ik zo even met jullie delen. En we hebben ook de nodige subsidies binnengehaald om inderdaad ook onderzoek te doen. Nou, dat even als voorschot. Fijn dat ik hierbij aanwezig mag zijn. Het is ontzettend leuk om dit weer te doen. Vorig jaar hebben we ook de Blockchain Week gehad. Die konden we dan mooi fysiek doen. Ja, dit jaar werkt het even anders, maar ook heel erg goed. We zitten nu midden in de Blockchain Week van ons Saxion, het lectoraat dat we hebben georganiseerd. We hebben er al 2 dagen op zitten, of 3 dagen al. Dit is de 4e dag en ik moet zeggen, het wordt erg goed bezorgd. Interessant dat zoveel mensen aan deelnemen. Maar er zijn ook, wat nieuw is ten opzichte van vorig jaar, zijn heel veel internationale universiteiten, partijen die dus nu ook meedraaien in dit hele programma. Dus wat dat betreft heel bijzonder. We hebben nog een paar dagen te gaan. Het meest interessante, ook uiteindelijk deze week, is dat we vrijdagmiddag een closing symposium hebben. Waarin we alles laten zien wat we deze hele week hebben gedaan. Dus voel je vrij om daarbij aan te sluiten. Dan ga ik nu een beetje wat dieper in op blockchain. Wat het is en wat het ook betekent voor vastgoed. En daarvoor ga ik mijn scherm even met jullie delen. Zoals ik net al zei, ik ga een aantal sheets met jullie delen. Om jullie even mee te nemen in van wat er op dit moment gaande is op het gebied van blockchain en real estate. Nou, dit is even een overzichtje van de hele week die we hebben. Van blockchain en legal, wat we maandag hebben gehad. Maar daarin zie je ook blockchain en real estate heel mooi naar voren komen. We zijn met het lectoraat gestart met 3-4 mensen. We zijn nu met 12 mensen. De 13e collega komt op 15 februari aan. En dit is een beeld van alle collega's waar we mee samenwerken in het lectoraat blockchain. Collega's die bezig zijn met promotieonderzoek.
Dus bijvoorbeeld promotieonderzoek en ecosystem. Promotieonderzoek, blockchain en definities daarvan. Ook over een promotieonderzoek over blockchain en ethics. Er zit een collega bij ons in de groep die is registeraccountant. Nou, ze hebben wat verschillende mensen en we zijn wat dat betreft heel erg complementair aan elkaar op het gebied van blockchain. En niet heel, heel belangrijk, we zijn bijvoorbeeld bezig met onderzoeken rondom blockchain en zorg. Wat belangrijk om te vertellen is, en ik vind dat ook het bestaansrecht van een lectoraat, maar ook van een lector, is dat we altijd werken in de trias van onderzoek, onderwijs en het werkveld. Dus altijd in die trias werken we samen en ik zou bijna kunnen zeggen dat is een stevige driehoek. Daar werken we middenin. Soms zit er iets meer in het werkveld, soms zit er wat meer in het onderzoek, soms wat meer in het onderwijs. Maar er is altijd verbinding. Dus de onderzoeken die we dan ook bijvoorbeeld doen met studenten, daar zijn altijd externe partijen bij betrokken. En daar waar we promotieonderzoek doen, dat is wat zwaarder om dat te zeggen, wat meer wetenschappelijk. Daar zijn ook altijd studenten bij betrokken en ook collega-docenten. Dus zo gaan dit soort dingen zich ook heel erg versterken. Nou, wil je iets meer weten over hoe het lectoraat verder werkt? Kun je alles vinden op www.saxion.nl/blockchain. Wat wel belangrijk is om te vertellen, toen we zijn gestart met het lectoraat blockchain, heb ik vier lijnen van onderzoek uitgezet. Blockchain for disruption, blockchain for acceleration, blockchain for decentralized finance en blockchain for good. En onder die vier onderzoekslijnen, onder ieder vier hangende projecten, subsidieprojecten, promotieonderzoeken, studentenonderzoeken en noem maar op. En dat kun je allemaal weer terugvinden op de website. Maar dit geeft wel het brede spectrum aan van blockchain. Wat ik net zei, we zijn heel sterk verbonden met het onderwijs natuurlijk. Om daar een beetje een beeld van te geven, we hebben een minor digital business models en blockchain lopen. Die loopt nu een aantal jaren, is van 60 tot 100 studenten per jaar. Dit jaar leveren we 100 studenten op die manier. We zijn vorig jaar september gestart met het excellentietraject blockchain. Dat houdt in dat je een dag in de week, 3 jaar lang, nog een extra studie kunt doen, bovenop je huidige studie, wat dat ook mogen zijn. En in die dag in de week, 3 jaar lang, neem je mee rondom blockchain. Er zitten nu 13 studenten in, voornamelijk internationale studenten. Maar het is ontzettend leuk hoe zij zich gaan ontwikkelen en ontwikkelen ook hun eigen portfolio erin. Daarnaast hebben we een masterclass blockchain voor professionals. Dat betekent een 4-daagse masterclass voor het bedrijfsleven, om het bedrijfsleven daar helemaal in mee te nemen. En die hebben we al een paar keer uitgevoerd. En in de Master of Facility Management en Real Estate ben ik ook lid van de Academic Board. En daarin probeer ik ook zoveel mogelijk rondom real estate, ook blockchain, daar bekend te maken. En daar gaan we ook een aantal dingen in doen. Nou, wat interessant is, je zou kunnen zeggen van ja, leuke hobby meneer Veuger, maar is dat ook echt zo? Nou, ik probeer hier een beeld te geven, dit is de Gartner Hype Cycle. En wat Gartner doet, internationaal onderzoeksbureau, dat probeert altijd de stand van zaken weer te geven rondom de stand van zaken met technologie. Dus hoe ver is de technologie, hoe werkt het en hoe gaat het ook verder, zeg maar. Nou, deze is van 2015. En wat je ziet, dat zijn eigenlijk een vijftal fasen. Dus de eerste, tweede, derde, vierde en vijfde fase. Dan gaat van de eerste fase van, nou, het is een hype. Nou, dat zag je heel duidelijk in 2015. Blockchain stond bovenaan de hype, zeg maar. Je zag het ook in elke media, blockchain was de oplossing voor alles. En als je nu kijkt naar de hypezaken van 2020, dan zie je al heel duidelijk dat blockchain in de derde fase zit. En dat betekent dat hij vanuit de derde fase heel eenvoudig ontwikkelt naar de vierde en vijfde fase. En dat is wat je nu ook ziet in 2020, maar ook in 2021, dat zich dat heel steady ontwikkelt. Nou, dat betekent ook voor blockchain en real estate. Dit is al iets wat ik in 2019 heb gezegd, maar het is nog steeds heel erg relevant. Ik heb een studie gedaan rondom blockchain en real estate en wat is daar aan de hand? Wat is de status en wat wordt er gedaan op het gebied van onderzoek? En daarin zie je eigenlijk het volgende gebeuren en dat is best eigenlijk wel heel interessant. Wat uit het onderzoek kwam, en ik zal jullie zo meenemen van wat de inhoud is van dat onderzoek. Ik heb dat ook bij BNR mogen presenteren. En daarin zie je eigenlijk in 2016 was er wel aandacht voor. Maar in 2017 begon dat er steeds meer aandacht aan voor te komen. En in 2018 is het explosief gestegen. En daarin zie je dus ook dat er heel veel aandacht is voor blockchain en real estate. Hoe heb ik dat gedaan? Want ja, je kunt zeggen van ja, ik heb onderzoek gedaan, maar hoe ziet dat onderzoek uit? En hoe sterk is dat ook?
Ik heb dat onderzoek uitgezet bij alle universiteiten en hogescholen die een real estate opleiding hebben, in welke vorm dan ook, of combinatie van facility management en real estate. Dat is in heel Nederland gedaan. Ik heb in al die databases gekeken waar daar onderzoek wordt gedaan. Nou, en zo kom je uiteindelijk op 829 publicaties die daar zijn gemaakt. En dan is het ook interessant te kijken van waar worden dat soort type onderzoeken dan vooral gedaan. Nou, dat zie je heel mooi. Bij de Tilburg University zijn relatief vrij veel onderzoeken gedaan. Als je er wat dieper in duikt, dan zie je dat vooral dat het op wet- en regelgeving zit, zeg maar. Dus wat betekent dat dan? Ook richting vastgoed, maar wat betekent dan wet- en regelgeving? Daarnaast heb je de Erasmus Universiteit. Daar is ook het nodige onderzoek gedaan. Nou, zo zie je dat weer. Hansen University, nou, is op zich niet zo heel raar dat dat heeft plaatsgevonden, omdat ik daar zelf ook heb gewerkt en dan zie je ook dat daar de publicaties mooi naar voren komen. Als je dan kijkt van wat voor type onderzoeken zijn daar, en wat je dan vooral ziet, is ja, op welk gebied vindt dat vooral plaats. De beste topic wat dat betreft is vooral manage en operate, dus vooral op operationeel niveau sneller, efficiënter en effectiever doen. Met vastgoed omgaan. Dus kijk naar smart contracts, kijk naar huurovereenkomsten in vastgoed en dat soort zaken. Dan zie je ook op andere vlakken nog, want dat is een verzameling die over van heel veel verschillende zaken. Maar je ziet ook bij dus vooral op investeringen, beleggingen, is het reuze interessant, vindt men, om daar onderzoek over te doen en daar is nodig over gevonden. Nou, wat je ook ziet gebeuren in de vastgoedwereld, wat steeds interessanter wordt, is het gebouwpaspoort. We hebben er zelf ook een prijs voor gewonnen om daar verder onderzoek naar te doen. Maar wat natuurlijk heel erg interessant is in de vastgoedindustrie, is te kijken naar het gebouwpaspoort. Dus je kunt je voorstellen als je een gebouw verkoopt aan een belegger of van de ene of naar de andere belegger, dan is het gewoon heel interessant om een gebouwpaspoort te hebben. Want in een gebouwpaspoort staat in principe alles. Dus dat betekent je internet of things, je huurcontracten, je hele financiële huishouden, al dat soort zaken zitten daarin. Nou, dat wordt nu op verschillende plekken wordt dat ontwikkeld. En nou, dat is een van de, ja, de game changes die er wel staat aan te komen. Het is soms ook vrij complex, dus dat. Maar je ziet ook bijvoorbeeld met Fire3, dus de stichting om vooral de kennis te delen rondom het gebied van blockchain en real estate, waar straks ook Joop Bronkers mee verder gaat. Dan zie je dat het zich daar dat ook heel sterk aan ontwikkeld is. En heel veel partijen daar ook ja, zeer in geïnteresseerd zijn. Ja, voor de liefhebbers, als je iets meer wat stevige kosten wil hebben. Dit is het eerste boek over blockchain technology en application. Deel 2 is ondertussen uit en deel 3 komt dit jaar aan. Maar waarom ik dit doen? Niet om dit boek te verkopen, maar wel om te laten weten dat het eerste deel met name vastgoed gerelateerd is. Dus voor 80% gaat het vooral over blockchain technology en application rondom vastgoed. Nou, dit is de hoofdstukindeling. Ik ga het niet heel belangslopen, want dat kan iedereen zelf gewoon nalezen. Maar wat wel interessant is, dat ik samen ook met Jo Bronkers ook een hoofdstuk heb geschreven. Dat in dit geval hoofdstuk 5. Zoek blockchain een oplossing voor een probleem dat er niet is. Of nou, dat soort zaken. Wat ook heel interessant is, is dat ook een oplossing voor housing en dat soort zaken. Dus dit is, en het laatste is misschien ook wel heel interessant, zeker omdat Esther Dekker straks ook praat. De many keys of blockchain for real estate. Nou, weet dat het bestaat en doe daar je voordeel mee. Nou, daar wou ik het bij laten. Een korte introductie rondom blockchain en real estate. Nou, zoals gezegd, het ontwikkelt zich nu heel steady. Het gaat heel goed die kant op. Je ziet ook in het onderwijs, zie ik daar steeds meer aandacht voor. Dus ook bij de opleiding Facility Management en Real Estate bij Saxion. Maar ik zie het ook van afstudeerders die richting mij komen, voor ons komen. Goh, kun je daar wat meer over vertellen? Nou, afgelopen maanden hadden we in Blockchain Week ook de Blockchain en Legal 2.0. En daarin zag je ook een grote groep studenten die hebben onderzoeken gepresenteerd ook van... Gewoon, wat is nu de status quo van blockchain? Wat kunnen we er wel mee? Wat kunnen we niet mee? Nou, een hele mooie kritische houding van studenten. En daarin zie je dat het voor de nieuwe professionals ook steeds belangrijker gaat worden om hiermee verder te gaan. Dank voor jullie aandacht. Het was fijn om hier weer aanwezig te zijn. En nou, we zullen elkaar vast op een ander moment nog een keer weer zien.
Voel je vooral vrij om contact met me op te nemen. Contactgegevens zijn bekend. Dus ja, daar wou ik het belaten. En ik wens iedereen nog een hele fijne middag toe. Dankjewel en tot ziens. Nou, ik ga het hebben over de vastgoed en blockchain technologie. En in hoeverre blockchain zou kunnen zorgen voor efficiënte oplossingen in de vastgoedsector. Nou, waar ga ik kort even doorheen? Ik heb mezelf natuurlijk net al even kort voorgesteld. Dan wil ik wat problemen schetsen in de vastgoedmarkt, waar wij als vastgoedprofessionals gewoon dagelijks tegenaan lopen. Welke oplossingen zou blockchain in dat geval voor ons kunnen bieden? En dan moet ik het stokje alweer overdragen aan de volgende, want we hebben niet super veel tijd. Nou, ik zei het net al even, ik ben Esther, echt een vastgoedspecialist en hart en nieren, inmiddels ruim 15 jaar ervaring. Ik deel heel veel kennis, echt specifiek over vastgoed, via mijn eigen blogwebsite. Ik heb een podcast en onder Real Estate Radio, Claudia staat hier nog ineens bij, maar die hoort er natuurlijk wel bij. Ja. Sinds vorige maand maken Claudia en ik ook Real Estate Radio, laatste vrijdag van de maand, waarin wij ook allemaal hele leuke vastgoedzaken gaan bespreken. Maar ook het doel daarin zeker kennis delen is. En ik heb een besloten Facebookgroep. Ik bevind me heel erg in het speelveld van de particuliere belegger. Nou, dat doe ik met deze bedrijven. Maar dat kunnen jullie allemaal nog rustig een keertje terugkijken. We gaan gelijk even echt door naar waar we het vandaag over willen gaan hebben. Want hoe zit die vastgoedmarkt dan precies in elkaar? Nou, waar ik heel erg tegenaan loop in mijn dagelijkse praktijk, is dat de vastgoedmarkt eigenlijk gewoon niet goed georganiseerd is. Dat is misschien nog wel het juiste woord daarvoor. Dat betekent dat op het moment dat wij een pand aankopen, wij doen voor onze klanten zowel aankoop als verhuur als beheer. En daarnaast bouwen wij ook zelf een vastgoedportefeuille op met een investeringsmaatschappij. Dus dat betekent dat ik al die processen ook nog eens een keer voor mezelf doe. Denk ook aan een stukje transformatie, aan verbouwen, renoveren. Wij zitten in ontzettend veel processen. En in al die processen zie je eigenlijk dat je continu overal kleine stukjes informatie overal vandaan moet halen. Dus stel je voor dat wij een pand gaan aankopen. Nou, dan zeker als het om een portefeuille gaat, dan zijn er natuurlijk een aantal dingen belangrijk. Je wil VVE-documenten wil je hebben. Is het pand verhuurd, dan wil je graag huurcontracten inzien van de zittende huurders. Je wil weten wat het betaalgedrag is van die huurders. Hoe hoog is de huur? Want soms krijgen wij huurcontracten uit 1980. Nou ja, dan weet je natuurlijk dat de huur, of daar ga je vanuit, dat die inmiddels natuurlijk wel geïndexeerd is. Dus dan is vaak de informatie die in het contract staat, is helemaal niet meer overeenkomstig met de huidige situatie. Borgen, dat is ook zo'n dingetje. Is er wel borg betaald? En hoeveel borg is er dan betaald? Historie van onderhoud. En wat we ook vaak zien, is dat er toch op het moment dat je dan de sleutel krijgt van zo'n pand, toch nog best wel vaak verborgen gebreken naar voren komen. Die je gewoon niet kan weten, puur omdat er eigenlijk geen één database is of systeem is waar nou alle informatie in staat die betrekking heeft op een pand. En dat maakt ook zulke processen vaak kostbaar en dat het ook gewoon ontzettend veel tijd kost om eigenlijk een goed due diligence onderzoek te doen op een portefeuille die je bijvoorbeeld aan wil kopen. Dan gaan we ook bijvoorbeeld nog een voorbeeld waarom het zo lang duurt om die informatie ergens vandaan te halen. Wat echt een groot probleem is in onze markt, is het taxeren. Panden worden aangekocht, moeten getaxeerd worden, want die moeten natuurlijk bijna allemaal gefinancierd worden. En wat je dan heel vaak hebt met oude contracten, want vaak zien wij ook dat contracten, nou, het zijn nog net geen vodjes, maar daar lijkt het vaak wel op. Contactgegevens van huurders missen. Je kan ontzettend moeilijk contact leggen met die huurders. Omdat je geen mobiel nummer hebt of het e-mailadres is niet juist. Dus voor zo'n taxateur is het ook heel moeilijk om contact te leggen met zo'n huurder om een afspraak te maken. Nou, daardoor lopen processen weer vertraging op, want de taxateur die moet natuurlijk die waarde van het pand vaststellen. Nou, dat duurt al langer simpelweg omdat hij niet in contact komt met een huurder. Maar daardoor gaat natuurlijk ook het hele financieringstraject veel meer tijd innemen, omdat de bank ook wacht natuurlijk op het taxatierapport. Nou, dan spreekt natuurlijk koper en verkoper spreken vaak een bepaalde termijn met elkaar af waarbinnen het pand moet passeren. Met portefeuilles spreken we nog wel eens een financieringsvoorbehoud af, maar als het om enkele panden gaat, de markt gaat op dit moment zo ontzettend hard en is zo oververhit, dat kopen met een financieringsvoorbehoud in de beleggersmarkt eigenlijk nadan is.
Dus dat betekent dat je maar 8 weken hebt om je financiering op touw te zetten. Nou, als je dan met dit soort problemen te maken hebt, dan is dat best een spannende periode voor jou als koper. Nou, waar liep ik tegenaan? Oh, we gaan er zo doorheen. Een aantal jaar geleden, toen wij begonnen, ik was op dat moment betrokken bij een platform. En uiteindelijk is dat een crowdfund platform geworden op blockchain. Maar 3 jaar geleden, toen ik in de hele blockchain-markt rolde, toen was het begin voor mij ook dat ik dacht, nou, waar ben ik nu in godsnaam in beland? Ik ben er toen heel veel, ook ja, eigenlijk gewoon de boeken die er op dat moment te krijgen waren, ben ik erover gaan lezen, puur om het echt in te verdiepen. Ik heb in die tijd toen nog ook bij Claudia een presentatie bijgewoond van Kees van Iwaarde toen de tijd, die dat ook al machtig mooi kon uitleggen hoe dat nou in elkaar zat. En toen eigenlijk al die puzzelstukjes bij elkaar vielen van, hey, dit is het. Ja, dan ga je ook inzien dat de mogelijkheden om een markt transparanter en beter te maken eindeloos zijn. Dan hou ik even het hele stukje privacy en wetgeving erbuiten, want daar liggen natuurlijk ook nog ontzettend veel discussies. Maar als je ja, gewoon op een stoel zou gaan zitten en zou denken, nou, wat zou blockchain nou kunnen bedenken voor de vastgoedmarkt? Dan begin je al bij een veel betere informatievoorziening. Want stel dat het inderdaad mogelijk zou zijn dat huurcontracten, koopcontracten, beheerzaken, dat die allemaal vastgelegd kunnen worden op het blockchain, dan kan je als koper zijnde veel beter en veel eerder beschikken over juiste, met name dat ook, juiste informatie. Want nu zie je ook heel vaak dat de informatie die wij krijgen, moet je ook nog eens een keer afvragen, is dat wel de juiste informatie? Vaak is informatie verouderd. Hebben wij wel echt de laatste jaarcijfers van die VVE? Is het wel echt het laatste huishoudelijke reglement? Is er niet in die tussentijd vergaderd? Nou, het kost je gewoon ongelooflijk veel tijd om dat allemaal te achterhalen. Nou, dan kom je gelijk bij het volgende stukje, snellere informatievoorziening. Als alle informatie die betrekking heeft op een pand in de blockchain opgeslagen kan worden, dan kan je als stakeholder ook veel sneller bij die informatie. En een stakeholder is in dit geval niet alleen een koper, maar kan bijvoorbeeld ook een taxateur zijn, kan ook een financier zijn. Alle partijen die te maken hebben met zo'n koop, die kunnen op zo'n moment gewoon veel sneller bij betere, juist, er is geen Nederlands woord, maar bij betere en juiste informatie komen over een pand. Waardoor bijvoorbeeld ook de beslissing voor een bank om een pand te financieren veel sneller genomen kan worden en daar niet nog eens een keer 8 weken overheen hoeft te gaan. Dus ik heb het hier ook bij gezegd, in mijn inzien zou dat dan woningen veel sneller, die kunnen dan veel sneller getaxeerd worden. En financieringen kunnen dus daardoor ook veel sneller geregeld worden, waardoor ook zo'n koop weer gewoon sneller gesloten kan worden. Daarnaast denk ik ook dat als wij in de vastgoedmarkt veel meer met blockchain zouden werken, er veel beter toezicht kan gehouden kan worden. En dat er dan ook sneller gehandhaafd kan worden. Nou ben ik zelf actief in het Rotterdamse. En Rotterdam, gemeente Rotterdam heeft best wel een bijzonder beleid als het gaat om het verhuren van particulier vastgoed. Nou, voor degenen die actief zijn in vastgoed, die nu meekijken en die ook een beetje in die particuliere markt zitten, die weten dat de afgelopen 2 jaar er een gigantische opkomst is van die particuliere belegger. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die lage rentestand. En wat je dus ziet is dat die hele markt, en ook in Rotterdam, die wordt gewoon leeggekocht door particuliere beleggers. Een gemeente heeft daar best een beetje last van. Want er zitten ook particuliere beleggers bij die het wat minder goed doen met regelgeving. Dus er is achterstallig onderhoud. Er worden slechte huurcontracten gesloten. Als ik Rotterdam moet geloven qua beleid wat ze nu maken, worden de huurders gediscrimineerd, die worden bedreigd. Nou, er gebeurt van alles in die markt. Op het moment dat je natuurlijk koopcontracten zou kunnen vastleggen op blockchain, kan ook een gemeente, heeft dan veel meer inzicht in wat er gebeurt er nou in mijn stad. Van wie zijn nou die panden waar zoveel last is? Nou, dan kan je wel zeggen, oké, ze kunnen in het kadaster, kan ook. Maar je moet je ook beseffen dat in kadaster vaak weer bedrijven staan. Dat ze dan toch weer op zoek moeten naar mensen die daarachter zitten. Er wordt ontzettend veel, dan heb ik het nog ineens over de ABC's die in vastgoedmarkt gebeuren. Die nu ook alleen maar kunnen, puur en alleen, omdat het gewoon ontransparant is. Dus ik denk als wij blockchain als toevoeging in de vastgoedmarkt zetten, en als dat ook echt geadopteerd wordt door de markt, dat we in dat opzicht gewoon een veel betere informatievoorziening hebben. We sneller over informatie kunnen beschikken met z'n allen. En dat daardoor ook autoriteiten veel beter kunnen handhaven en toezicht kunnen houden. En dat je dus ook een markt kwalitatief goed houdt. Nou, tegelijkertijd zit er natuurlijk ook altijd een keerzijde aan.
En dat is wel iets waar ik me heel erg over afvraag van ja, hoe zal dat nou gaan? Nou, er zijn ook mensen in de vastgoedwereld die juist belang hebben bij de schimmigheid van deze markt. Want er wordt echt ontzettend veel geld verdiend met schimmige deals. En dat zijn bijvoorbeeld ABC's waar ongelooflijk veel geld tussen zit. Dat zijn steekpenningen die onder de tafel betaald worden. Je kan het zo gek niet bedenken of het gebeurt gewoon in de vastgoedwereld. En ik vraag me wel hardop af in hoeverre gaat blockchain echt geadopteerd worden in deze markt als er aan de andere kant ook zoveel mensen zijn die juist zoveel geld verdienen met het feit dat het zo ontransparant is. Dus ik ben ook heel benieuwd bijvoorbeeld hoe studenten die hier nu onderzoek naar doen, hoe die daar bijvoorbeeld over nadenken. Dat zei ik ook. In hoeverre zullen zij dan zo'n ontwikkeling ook echt adopteren in de markt? En ik vraag hem ook af in hoeverre zou het ook tegengehouden kunnen worden. Maar volgens mij gaat Jo daar ons nog helemaal in meenemen straks. Nou, dit was mijn bijdrage aan deze presentatie. Hier staan mijn contactgegevens als jullie contact met mij zouden willen opnemen. En verder ben ik ook ontzettend goed vindbaar op LinkedIn. Wat u net ook hoorde, zeg maar. En dat is ook, het blockchain kan ontzettend veel. En ik wil jullie eigenlijk vandaag mee gaan nemen in wat praktijkvoorbeelden om het toch praktisch te maken. Hoe kunnen we dan zeg maar echt de handen op elkaar krijgen met digitaal en de fysieke wereld? En wat ik daarvoor heb gedaan is dat ik heb gekeken naar een aantal actualiteiten. En het ene van is BEN, dus bijna energie neutrale gebouwen. En de andere is de WKB. En dat is de wet kwaliteitsborging. En wat de verhoudt op blockchain. En hoe dat uiteindelijk tot circulariteit gaat leiden. Het is even anders voor mij. Als eerste even over de BEN. Ik denk dat wel veel mensen daarover gehoord hebben. Esther had het nu ook al over. Ik richt me even ook op de particuliere markt, dus op de woningmarkt. We hebben nu vanaf 1 januari hebben wij de BEN. En daar gaat het over drie niveaus in, 1 tot en met 3. Waar we gaan kijken bij het ontwerp, we kijken naar de bouwtechniek, we kijken naar de locatie en we kijken naar de installatie. Daar komt ontzettend veel informatie bij vrij. We kijken in eerste instantie van, is dan die energiebehoefte, hè? Is dat onder die 25 kilowatt per vierkante meter? Hoe gebruiken we onze primaire fossiele brandstoffen? En wat is het aandeel hernieuwbare energie? Dit zijn allemaal dingen die we eigenlijk al vanaf 1 januari van dit jaar moeten er zo worden gebouwd. Er moeten dus gebouwen komen die hieraan voldoen, in de zin van woningen. Daarnaast is er volgend jaar ook weer een andere wet in aantocht. En dat is de wet van de kwaliteitsborging. En bij de wet kwaliteitsborging hebben ze dan beoogd om in eerste instantie een verbetering te hebben qua bouwkwaliteit. En daarbij de consument een betere positie te geven. Eigenlijk ook al wat net Esther al zei. Die consument die wil je beter beschermen. Die wil je beter mee omgaan. En vanuit de wet is daarom, of vanuit de overheid is daarom een wet aangenomen. Het dient dan ook als een prikkel voor kwaliteitsverbetering en een verlaging van de faalkosten van bouwers, aannemers en ontwikkelaars. Even inzoomen, wat is nou het belangrijkste van die wet? Nou, in eerste instantie gaat het dus van een publiek stelsel gaat het naar een publiek-privaat stelsel. Waarbij er dus een verplichte inschakeling moet gebeuren met een private kwaliteitsborger. Er is dus ook een informatieplicht aan de consument. Hoe die bouwer dan is verzekerd dat het ook op de juiste bouwkwaliteit is gebouwd. En met welke materialen er gebruikt worden. Daarnaast, als er dus gebreken zijn, moet er dus een definitie zijn van wat dat dan is. En hoe dat dan is aangepast. Zodat men weet wat men koopt. Nou, dit moet je dan in een opleverdossier van de bouwer aan de consument moet dit worden vastgelegd. Daarnaast zal er ook een verplichte verklaring komen van de kwaliteitsborger op het gerealiseerde bouwwerk. Nu is het zo dat de betrokken partijen, of in ieder geval de betrokken partijen die vanaf 1 januari 2022 echt formeel aan de gang hiermee zijn, is de autoriteit van bouwkwaliteit. Dat zijn de instrumentenaanbieders die dus eigenlijk de instrumenten hebben om dit allemaal te controleren, in ieder geval de kwaliteitsborgers te controleren. De kwaliteitsborgers zelf, dat zijn de mensen die in het veld dus op de bouwplaats langsgaan, maar ook van tevoren alle plannen toetsen. En we hebben de bouwers en installateurs. Dat zijn de mensen die het gewoon realiseren in de praktijk. Maar daar komen dus ook weer ontzettend veel gegevens bij vrij. In eerste instantie, onder die nieuwe wet, gaat het over de risicobeoordeling. Van nou, wat zijn er de risico's tijdens de bouw? Waar moet rekening mee worden gehouden? Dat zit enerzijds in het omgevingsgedeelte, in de omgevingsvergunning.
Die wordt nog steeds uitgebracht door de gemeente. En anderzijds in het technische gedeelte van hoe wordt er gebouwd? Hoe ziet het bouwplan eruit? En hoe zorgen we ervoor dat die consument daarin is beschermd of de koper dadelijk? Dat wordt samengevat in een boringsplan. Op het moment dat dat gereed is, komt er een verklaring voor. En daar komen dan twee dossiers uit. Het S-beeld dossier, dat is eigenlijk ook wat Jan Veuger net zei, een gebouwpaspoort. Zou je hetzelfde mee kunnen vergelijken. En je hebt daarnaast een consumentendossier. En het consumentendossier is voor de daadwerkelijke koper die zo'n huis ook koopt. Hetzelfde wat Esther al naar refereert, wat nu in de markt gebeurt, zeg maar. Huizen worden doorgegeven en er zit informatie. En die informatie die moet je delen met elkaar. Due diligence is daar een heel belangrijk onderdeel van in die 8 weken. Dus als we even inzoomen op het S-beeld dossier, daar staat dus echt alles in. Waarin het, dus het is een document wat is vastgelegd wat het gerealiseerde bouwwerk is op basis van het toezichtplan en of het voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Maar ook of het voldoet aan de eisen van zaken die bovenop het bouwbesluit komen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld weer die beng, of denk daarbij aan circulariteit, of denk daarbij aan nul op de meter. Allemaal zaken die binnen het vastgoed op dit moment heel veel om te doen is en heel veel partijen mee bezig zijn. Maar de wet kwaliteitsborging, die stelt dat moet worden vastgelegd. Die wet is daarvoor zo bedacht dat dat over wat er is gemaakt en of het voldoet ja of nee aan het bouwbesluit of aan het executerium en hoe dat dan is opgelost. Dus het wordt duidelijk geregistreerd en het moet reproduceerbaar zijn. Daarnaast moet het dan ook uiteindelijk door een derde partij weer worden goedgekeurd in de vorm van de kwaliteitsborging van joh, het is, er is een gebrek, is er ook geconstateerd. Het is op deze manier opgelost en is dat daadwerkelijk ook wel het geval geweest. Zodat je bijvoorbeeld niet in je fundatie na jarenlang een hele grote probleem krijgt, omdat je dat gewoon niet wist als zijnde koper. Dus het zorgt ervoor dat mensen gewoon blij zijn op het moment dat ze dat huis kopen, waarbij ze van die aannemer dus die consumentendossier krijgen. En ik zal niet helemaal zeggen hoe het qua recht zit, het is een regelend recht. Dus dat betekent dat zeg maar, de aannemer dat afstemt met de koper. Maar daar zit in ieder geval in dat de gebruikshandleiding, revisietekening, toegepaste materialen en kleuren en een verklaring komt van die kwaliteitsborger. En wat is dan die relevantie zeg maar, met het onderwerp van blockchain? Nou, als eerste gaan we even kijken, daar zit enorm veel samenhang in. Ik heb even een aantal dingen opgezomd wat er allemaal nu in de markt zeg maar, plaatsvindt. En waar je wel dingen over hoort. Hè? De digital twin, digitalisering, gebouwde omgeving die moet worden getransformeerd. Het gaat om human skills. Het gaat om de DigiGo. En al die onderwerpen tezamen, zeg maar, die komen hier allemaal bij elkaar. En daarmee is een direct de relatie dus gelegd tussen enerzijds informatie en anderzijds die beroepspraktijk. Nou, daar zijn ook bepaalde stroomversnellingsprojecten voor. Dus als je nu kijkt bij de DigiGo voor digitalisering, dan kom je die ook tegen. Maar ook partijen zoals de AI-coalitie. Die zeg maar slimme dingen doen met data, of willen doen, die zijn hier ook bij betrokken. Nou, ik heb hier nog ook even gezegd, we zijn dus al onderweg met die PEN, en die WKB die komt er dus aan, dus die wet kwaliteitsborging. Nou, we starten met gevolgklasse 1, en dan gaan we naar de overige klassen. Nou, wat is dan een gevolgklasse 1? Gevolgklasse 1 gaat eigenlijk over grondgebonden woning en klein utilitair. Denk daar tot ongeveer 3000 vierkante meter. Dus een beetje afhankelijk hoe hoog het wordt gestapeld, maar dat is een beetje de zaak. In 2024 zal dit worden gevolgd door door gevolgklasse 2. En dat zijn eigenlijk de hoogbouw, appartementen, maar ook dus utilitair. Dus er is een grote mate van ketenbetrokkenheid aan de aanpalende sectoren zoals het bevoegde gezag. Want al die informatie moet ook door dat bevoegde gezag worden gecontroleerd en worden geverifieerd. Nou, om het even wat praktisch te maken heb ik even de samenhang tussen die thema's geschreven. Dus we hebben in het midden, de binnenste kern, zie je dat er wordt gebouwd, er wordt geïnstalleerd, er wordt gehandeld. Dat zit vast aan een bepaald timeframe en er zitten applicaties aan. En die applicaties zorgen dat dingen worden vastgelegd, dan wel worden gerealiseerd. Daaromheen zitten grotere thema's. Denk daarbij aan het klimaatakkoord, aan circulariteit en digitalisering. En onder digitalisering versta ik dan even blockchain, want we gaan van het ene containerbegrip naar het andere toe. Die we in de levensfase, zeg maar gewoon van nieuwbouw naar beheer en onderhoud, maar ook van transformatie, zeg maar gebruiken. Dus de informatiedrager hierin is van essentieel belang.
Want als we gaan kijken naar alles wat we dan in de cloud hebben zitten, dan is dat ontzettend veel. En ik heb nu alleen maar even gekeken naar wat er bij Bang zit, wat er, dus van en met Bang, nogmaals, van bijna energie-neutrale gebouwen, en vanuit de WKB, de wetskwaliteitsborging, en de dossiers die daar worden gevormd. Daar zit enorm veel informatie. Dat zijn allemaal clouds. Die clouds zijn allemaal nu nog los van elkaar. Het zijn eigenlijk silo's. Waarbij er nog weinig toepassing is voor de delen, verificatie, om zeg maar met elkaar, en wat Esther net ook al aangaf, om daar een bepaalde efficiëntieslag aan te gaan. Dus wij missen daarin een integraal stelsel. En dat is de huidige praktijk. En daar gaan we dus de link maken met blockchain. Blockchain als digitale verbinding, zeg maar, tussen al die onderwerpen. Waarbij we dus met name kijken van, joh, oké, we hebben dus die cirkels met elkaar, we doen daarin dat werk. En hier zitten ook transacties in, en hier zit, dit kan je nog veel uitgebreider maken, maar ik denk, daar laat ik het nou niet te groot maken allemaal. Het gaat met name om dat wij gaan zien dat bij circulariteit, dus de metafoor, wat de zon is voor de natuur, is data voor circulariteit. Met andere woorden, weten wij deze dingen aan elkaar te linken, met de applicaties die heel goed, dat heel goed kan. En ik denk dat Joe daar zometeen uitgebreid op ingaat, zeg maar, hoe dingen aan elkaar worden geknoopt met blockchain. Maar die verbindingen zorgen dus ervoor dat wij dus voordelen kunnen behalen met elkaar. En volgens mij is het een herhaling een beetje van wat Essen net ook zei. Maar het is dan eerst die transparantie. En ik ben ervan overtuigd dat misschien in de vandaag de dag nog, tot daar nog partijen zijn die zeggen, joh, in die grimmige wereld, hebben ze nog voordelen. Ik denk dat dat binnenkort achter ons ligt. Want het wordt transparant, het wordt accuraat, het wordt betrouwbaar en het wordt compleet. Waardoor het uiteindelijk dus ook efficiënter is en beter uitwisselbaar is. En dat is eigenlijk de basis van circulariteit. Heel veel mensen denken nog steeds dat het omgaat om materialen. Ja, dat klopt. Maar die materialen die schrijven wij op. En doordat we die materialen op weten te schrijven in een blockchain, zorgen ervoor dat het nooit meer ter discussie komt wat die materialen nou uiteindelijk zijn. En waar ze vandaan komen. En of ze toxic zijn of niet. Maar ook in de relatie tot die bijna energie-neutrale gebouwen, is dat gebouw nou echt energie-neutraal gebouwd? En wordt die wel goed onderhouden? En wordt er wel ook, als er bijvoorbeeld dit zijn hartstikke mooie kantoren, maar stel je voor dat het net toch een transformatie plaats moet vinden naar woningen, van tot we die informatie die het is, van waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat, dat we dat vast weten te leggen. Nou, dat is denk ik, zeg maar, de mooiste toepassing van blockchain, is dat zal een enabler worden voor de circulariteit. En dan zou je zien dat je aan andere dingen gaat geld verdienen, in plaats van de schimmige wereld van vandaag. Een perfecte introductie gegeven voor wat ik wil vertellen. Dat komt er goed uit. Dat is mooi als je altijd experts aan tafel hebt. Esther de problematiek uitgelegd, Jacques de kaders, de contexten heel duidelijk uitgelegd. Nou, ja, ik wil jullie meenemen, geweldig. Wat gebeurt er dan? En wat gebeurt er niet alleen in Nederland, maar ook elders? Nou, dit ben ik, achtergrond in onroerend goed. Dit is Fibree, heb ik in het begin ook iets over gezegd. We zitten inmiddels echt zo'n beetje letterlijk over de hele wereld. En we zien dus overal dat blockchain bezig is. 70 regio's met 120 mensen die overal een eigen lokale netwerk hebben. Met vastgoedmensen, met IT-mensen, met legal mensen, met research mensen. Dus die kennis en die best practices die daar ontwikkelen, dat bundelen we allemaal. Eén keer per jaar geven we dan een industriereport uit. Dat wordt ook altijd door de Sociëteit Vastgoed breed gedeeld. Dus dank Claudia daarvoor. Tuurlijk. Maar ook de studenten die we nou hebben. Jan Veuger als academic board member gaat ook meewerken aan de ontwikkeling van de nieuwe ronde die in juli uitkomt. Maar wij onderzoeken altijd welke producten zien we op blockchain en vastgoed in de wereld. En we gaan letterlijk deze vrijdag, morgen beginnen we met de nieuwe ronde. En wij zijn ook nog wel op zoek naar handjes die daarbij willen helpen met de desk research. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, meld je bij mij en we willen jullie heel graag daarin betrekken. Iets waar we in oktober mee begonnen zijn, door COVID. We konden niet meer onze meetups organiseren om mensen fysiek bij elkaar te brengen. Dus dan hebben we gezegd, laten we dat dan online doen. We zijn zo langzamerhand de wereldwijde organisatie. We hebben verschillende werk rondom verschillende thema's, blockchain en vastgoed. En dit doen we één keer per maand. Dan zetten we een uur lang, de laatste donderdag van de maand, zetten we een webinar open. Dan vragen we wat vooraanstaande sprekers om hun kennis te delen. En zo hebben we iedere keer wat nieuwe onderwerpen.
25 februari gaan we het over Land Title Registry, waarbij de mensen van de Verenigde Naties oplossingen in Afghanistan, oplossingen in Zuid-Afrika laten zien, die echt super gave voorbeelden zijn wat er gebeuren gaat. Dus ook hier, je kunt er zo aan meedoen. En ik denk voor iedereen interessant die zich hierin verder wil verdiepen. Nou, dan komen we naar het onderwerp van vandaag, de duurzaamheid. En wij zijn in 2019 hier in Nederland zijn we met een werkgroep begonnen, waarbij we dachten van het verhaal eigenlijk van zak. We zien zoveel dossiers op ons afkomen waar heel veel informatie die gefragmenteerd zit moet worden gebundeld. En dat is gewoon lastig. Het is lastig omdat iedereen gebruikt op zijn eigen manier een identifier. We hebben weliswaar digitalisering, maar dat zien we heel snel toenemen. En de complexiteit om dat goed bij elkaar te krijgen neemt exponentieel toe. En hoe gaan we dat doen? En we zijn er nog niet eens, want daarnaast hebben we de Green Deal in Europa en de doorvertaling om aan het Parijs akkoord tegemoet te komen. En hier links zie je drie dossiers, hè, de Green Deal taxonomie. Je moet dadelijk kunnen aantonen als jij voordelen van de Green Deal wil benutten, hoe je dus bijdraagt met je activiteit en het groen maken van de gebouwde omgeving. Renovation Wave, onlangs nog flink in het nieuws. Hoe gaan wij alle 250 miljoen woningen en nog eens net zoveel commercieel onroerend goed, hoe gaan we dat allemaal 2050 compliant krijgen, zodat het CO2 neutraal is? Er moeten gigantische verbouwingsplannen, renovatieplannen worden opgesteld en die moeten de komende decennia uitgevoerd worden. Hoe gaan we daarbij houden dat iedereen daarmee bezig is en dat we in 2050 ook compliant zijn met alle gebouwen? Betekent volgens mij dat er gigantisch veel informatie digitaal ontwikkeld moet worden. Maar hoe gaan we dat bij elkaar krijgen? Het verhaal van circulariteit, eigenlijk is dit, sluit het heel goed aan bij wat Jacques net vertelde. Als je hier links in de cirkel kijkt, er wordt een gebouw ontworpen. Op dat moment moeten we dus al gaan nadenken van welke materialen, met welke specificaties, met welke processen, ook met later hoe ze weer uit elkaar gehaald kunnen worden, hoe kunnen we bang bouwen. Dus de opdrachtgevers, die moeten daar de juiste opdrachten geven, zodat de bouwers boven de cirkel op de juiste manier gaan bouwen. En als die gebouwen er dan staan, dan moeten we rechts in de cirkel op de juiste manier die gebouwen gaan onderhouden. En zorgen dat ze niet gestookt worden met kolenenergie, maar met groene energie. En hoe gaan we dat allemaal meten? Het heeft te maken met dat data beschikbaar moeten zijn en dat we het allemaal kunnen bij elkaar in dat paspoort waar we net over hadden verzamelen. Op het moment dat je dan beneden aankomt, we gaan het gebouw verbouwen of we gaan het weer herontwikkelen, betekent dat ook dat we moeten gaan nadenken van hoe kunnen we daar meer circulariteit in brengen? Hoe kun je gewoon op een slimme manier, ook met het vervangen van een raam, circulaire processen toe gaan passen? Dat betekent dat we daar veel meer moeten gaan nadenken over de informatie die we vastleggen. Nou, dus dan kijkt, hoe ziet informatie in vastgoed uit? En hier probeer ik links aan te geven. Dat zijn die verschillende silo's. Ieder heeft zijn eigen onderdeeltje in die keten. Iedereen kijkt wat hij in zijn, tussen zijn twee schuttingen moet ontwikkelen. Je gooit het pand over de schutting naar de ander. Maar 70% van de informatie blijft achter. En als we twee keer over de schutting gegooid hebben, is er nauwelijks nog informatie van het begin over. Zo kunnen we ook in de looptijd informatie goed bij elkaar houden. En als je naar rechts kijkt, heel veel informatie wordt eigenlijk op de vloer geproduceerd. Hoogfrequente processen. En heel veel informatie die misschien op de vloer belangrijk is, maar de grote beleggers bovenin, die willen dat geaggregeerd hebben om meer zeg maar, de hoofdvisie te zien. Maar die willen wel kunnen vertrouwen op het moment dat ze beslissingen moeten nemen, dat de data die van onderop naar boven wordt doorvertaald, de aggregatie van die data, dat dat betrouwbare data oplevert. En hoe kunnen we nou eigenlijk die lagen onderaan naar boven doorvertalen met het vertrouwen dat we het steeds over de juiste informatie hebben. Nou, allemaal hele complexe vraagstukken. En daar zijn wij in 2019 met een werkgroep begonnen. Dus een werkgroep in eerste instantie vanuit Fibre, waar eigenlijk vanuit breed in die keten allemaal partijen in de markt betrokken waren. Waar ook partijen die met blockchain-ontwikkelingen betrokken waren. Ik denk zowat iedere blockchain-partij in Nederland zat hier in het begin bij. Maar toen we eenmaal vertrokken waren, bleek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken ook aan het kijken was. Ze hebben hun BAG-registraties en zij waren ook aan het kijken van, hey, al die nieuwe dossiers die op ons afkomen, hoe kunnen we dat gaan verbeteren? En hoe kunnen we die informatie beter bij elkaar krijgen? Dus vanaf dat moment hebben we gezegd, laten we gezamenlijk opgaan. En kunnen wij een unique object identification systeem ontwikkelen, waarbij we het plaatje van linksboven, dat is eigenlijk de wereld hoe we het nou doen, met allemaal API's, doen we verschillende identifiers, proberen verschillende applicaties, software aan elkaar te knopen. Maar het worden er heel snel meer en dit wordt een steeds complexer verhaal. We hebben gezegd, als nou in theorie
iedere applicatie en iedere softwareleverancier, als hij één API bouwt, zodat hij naar een soort neutrale unique object identifier kan verbinden. En de andere kant kan dat doen. Dan kun je in theorie met één API volstaan. Maar wat heel belangrijk is, is dat je dus een hele flexibele, maar ook stabiele identifier in het midden hebt. Nou, daar zijn we mee bezig geweest. Daar hebben we ook een conceptversie afgelopen zomer afgeleverd. En je ziet hier het proces wat we doorlopen hebben. We zijn ook in Europa gaan kijken van nou, wat zijn de thema's in Europa? Hoe kunnen we daarop aansluiten? Daar zijn we allemaal mee bezig. Nu zitten we in de fase dat we met pilots zijn begonnen. Dat we de 0.8 versie die we in de zomer hebben opgeleverd naar een 1.0 versie gaan brengen. En als het even lukt, willen we proberen die voor het einde van het jaar gereed te hebben. Omdat het wet kwaliteitsborging gebouwen, waar Jacques het over had, daar hoort het dossier bevoegd gezag, het opleverdossier. Dat willen we, als het even mogelijk is, al gaan uitrusten van een unique object identifier. Nou, de pilots die we zijn aan het doen in Nederland. We hebben gezegd, we hebben 4 pilots in Nederland benoemd. De linker pilot 1, een building renovation paspoort. Niet alleen een building paspoort, maar ook een paspoort waarin we de renovaties bij kunnen houden. De renovation wave van Europa. De tweede is een materialen paspoort. Kunnen wij individuele materialen een identiteit geven? Op het moment dat we daartoe in staat zijn, kun je dus naar circulaire modellen toe. Dan kun je nog voordat het gebouw gesloopt wordt, kun je materialen identiteit geven, maar ook de mogelijkheid om te gaan verhandelen op een marktplaats. En als het gebouw dan gesloopt wordt, kunnen de materialen meteen weer ingezet worden op de nieuwe locatie. Dus het gaat totaal nieuwe businessmogelijkheden geven. De derde is wet kwaliteitsborging gebouwen, waar we dossierbevoegd gezag doen. En de vierde, dat zijn energieaansluitingen. Eigenlijk het hele renovatieplan begint bij weten welke energieverbruik dat van een gebouw is en welke energie verbruikt wordt. Is het wel of niet groen gegenereerde energie? Als je dat niet weet als een nulmeting, heeft het weinig zin om te investeren in gebouwverbeteringen. Want als je niet weet wat eigenlijk het resultaat is van de verbetering, weet je ook niet hoeveel je kunt investeren om die verbetering te realiseren. Dus hier willen we kijken van wat weten we nou van de verbindingen met energie. Nou, daar zijn we met pilots bezig. Mijn voorlaatste slide. De eerste pilot, dat is eentje die ik wel erbij haal, maar een hele relevante. Deze zijn we in Londen aan het doen. Dit gebeurt niet in Nederland. Wat je hier ziet is eigenlijk de projectontwikkelaar, de opdrachtgever en de coördinator van het ontwikkelen, van het ontwerpen en het bouwen. Daarom dat ik hem linksboven in deze figuur projecteer. Wat je ziet hier is dat er een contract is, een groot aannemovereenkomst. Maar wat die ontwikkelaar doet, hij gaat allemaal subcontractors inhuren. En hij moet dus het hele grote contract moet die opknippen en doorvertalen naar al die subcontractors. Die allemaal moeten voldoen aan de eisen wat hij bovenaf heeft afgesproken. Hier hebben ze gezegd dat het hele contract wordt in allemaal blokjes vaste tekst opgedeeld. En dat zie je in het middelste schermpje. Moet ik hier aangeven. In dit schermpje zie je dus dat het allemaal met zogenaamde hashes in een blockchain wordt vastgelegd. Daarmee weet iedereen precies, als ik het moet doorvertalen, van dit is exact dit stukje tekst wat voor mij relevant is uit het hoofdcontract. Dat betekent ook dat iedereen dadelijk in een schemaatje kan aangeven, ik heb mijn werk gedaan, het is compleet, je mag mij betalen. Een van die grote problemen nou is dat de partijen, subcontractors, met name lang op hun betalingen moeten wachten. Maar dit is eigenlijk de basis om de architect te laten vertellen hoe kunnen we duurzame gebouwen ontwikkelen en de aannemer laten ontwikkelen wat de architect getekend heeft. Het tweede wat we zijn gaan doen is die Unique Object Identifier, om daar een technische oplossing voor te bouwen. We hebben een partij gevonden via Odyssey Hackathon die daar een search engine en een generator voor gebouwd heeft. Dat zijn we toen gaan combineren met de oplossing die er daar was. Hoe kun je dit eigenlijk met die verschillende identifiers die betrokken zijn, hoe kun je dat bij elkaar brengen en bij elkaar houden? Oeps. Toen zijn we gaan kijken naar de energieaansluitingen. Met Kadaster, die zijn een onderzoek aan doen van hoe kunnen we nou de verschillende energie-identifiers. Je hebt waterleiding, je hebt gasleiding, je hebt elektriciteit, je hebt kabelaansluitingen. Je hebt allemaal verschillende nutsbedrijven. Er worden er steeds meer, want we krijgen dadelijk ook zonnepanelen, we krijgen windturbines, auto's die stroom gaan leveren. Hoe ga je eigenlijk meten wie welke stroom gaat verbruiken in een pand? Dus hoe kunnen we deze informatie van de energieaansluitingen koppelen aan die UOI, zodat die informatie gedeeld kan worden? De volgende pilot waar we dan mee bezig zijn, is die wet kwaliteitsborging gebouwen. Hoe kunnen wij, als er een nieuw gebouw wordt neergezet, als linksboven die opdrachtgever heeft verteld hoe het gebouwd moet worden,
En die aannemer kan beweren dat hij het heeft gebouwd zoals die opdrachtgever dat gezegd heeft. Hoe kunnen we dat vertalen naar het dossier bevoegd gezag? Wat de wet kwaliteitsborging dadelijk nodig heeft. En hoe kunnen we vertalen ook naar het consumentendossier? Nou, die pilot wordt ook tegelijkertijd gedaan. Tegelijkertijd zijn we bezig voor consumenten, de Renovation Wave. Hoe kan ik eigenlijk de informatie, ik weet heel veel van mijn woning, maar ik weet ook heel veel niet. Hoe kan ik eigenlijk nou op een simpele manier informatie gaan verzamelen? En hoe kunnen we dan dat gebouwpaspoort maken? En als ik dat gebouwpaspoort heb, hoe kan ik dan mijn onderhoudsplan maken en de informatie over dat onderhoud goed registreren? Dat als ik over 5 jaar mijn woning verkoop en de helft van de verbouwingen gebeurd is, dat ik dat kan aantonen aan de koper. Dat hij zegt, dit is het plan voor 20 jaar. Daar heb ik dit stukje van gedaan. En dit moet jij dadelijk mee uitvoeren. En dan ben je 2050 compliant. Dat gaat deze pilot aantonen. En als laatste pilot, en dit is eigenlijk degene die het verst ontwikkeld is, hebben we met Block Materials. Zij hebben een materialen database. Dus ook een materialenpaspoort over een gebouw. Welke materialen zitten er in een bestaand gebouw? Wat weten we ervan? Hoe kunnen we dat koppelen aan een UI? En dus eigenlijk koppelen ook aan dat materialenpaspoort, maar ook naar die architect weer doorvertalen. Dat als je architect gaat ontwikkelen, dat je weet van, hey, over 2 jaar komen deze materialen beschikbaar en kunnen we die opnieuw gaan inzetten. Nou, het zijn 6 pilots die simultaan aan elkaar plaatsvinden en die ook alleen maar op die manier kunnen aantonen wat die waarden van de Unique Object Identifier zijn. We hebben dadelijk in de zomer, het einde van het voorjaar, zullen wij de eerste resultaten hebben. We zitten met name links beneden zitten we nou in een testfase. We hebben dit eigenlijk compleet om nou al aan de werkelijke gebouwen te gaan testen. En dat is mijn laatste slide. Wij zijn op zoek naar testers, partijen in de markt die hier in deze beweging mee willen gaan en ook met ons willen verkennen van waar lopen we nog tegenaan, waar we ook rekening mee moeten houden op het moment dat we dit aan het ontwikkelen zijn. Dus graag wil ik daar heel met zoveel mogelijk mensen in contact komen. En dat is niet alleen trouwens voor die links beneden pilot, maar als je zegt, een van die andere pilots vind ik ook interessant, of je wilt er een keer doorpraten, be my guest. Ja. Maar er zijn ook hele gave voorbeelden. In Zwitserland was er eentje, die hadden gezegd, wij gaan een restaurant op tokens zetten en verhandelen. Ja. Eigenlijk een hele basale filosofie, en die heeft niks met blockchain te maken, en eigenlijk weer alles wel. Die zeiden van, als ik ga investeren in vastgoed. Vastgoed is een complex product waar heel veel informatie over nodig is om een goede investeringsbeslissing te kunnen nemen. Dus een token is hartstikke leuk en dat het technisch mogelijk is hartstikke leuk. Maar ik durf pas echt te investeren in vastgoed als ik ook weet waarin ik investeer. Dus het aanbieden van een token is 1, maar het aanbieden van een hele set informatie die erachter hangt is 2. Ja. En dat is het verhaal van Jack en waar ik mee bezig ben. Van hoe krijg je dan die hele set informatie weer alleen voor de tokenhouders en niet voor iedereen? Hoe ga je dat weer organiseren? Nou, volgens mij heeft het vooral met digitalisering te maken, met proces-engineering. En dan op de plekken waar je vertrouwen nodig hebt en waar de toegevoegde waarde van blockchain ingezet kan worden, zet het daarin, maar doe voor de rest op de andere plekken de dingen zoals je ze normaal ook zou willen doen. Echt, ik ben heel erg dankbaar dat jullie ons zoveel informatie en zoveel kennis hebben gegeven vandaag. Echt fantastisch. Dankjewel Jan Veuger, dankjewel Jacques van der Krocht, dankjewel Esther Dekker. Dankjewel Jo Bronkers. Dank jullie wel, alle gasten die hier vandaag aanwezig waren. Ook voor jullie vragen natuurlijk, Jacco en Hans en Gides. Nou, echt wel fantastisch dat we ook gewoon zoveel reacties hebben gekregen. Dus volgens mij zijn we hier nog lang niet over uitgepraat. Jullie krijgen allemaal de gegevens van de sprekers in je mailbox, zodat je zeker ook contact met hun op kan nemen. Jo zoekt testers, dus neem zeker contact met hem op om hierover verder te spreken. Ja. En Esther, wij hebben sowieso fantastische ideeën voor onze vastgoed radioshow. Maar dit is er zeker weer één. Heel graag tot ziens bij onze volgende meeting.